Hij filmt al. Oh, oké, sorry. Schat, dit moet in één keer goed, want mijn camera is bijna leeg. Ja? Oké, dan doe ik vanaf nu alsof je er niet bent. Oké. Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Jij bent stuk, ik zie het. Alsof jij hier niet bent. Hoi en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ben ik een nieuwe video voor jullie jongens. En vandaag ga ik de Beautybox unboxen van december. Super veel zin in. En ik heb nou voor het eerst echt gewoon ook echt niet ingespiekt. Hij is nog gewoon dicht. Dus ik ben super benieuwd wat erin zit. Ik heb ook niks op social media gezien ofzo. Dus dat is nog echt een verrassing voor mij. Dus ik heb er super veel zin in. Ik heb hem echt net binnen en ik kon gewoon niet wachten om met de video te beginnen. Dus laten we snel even kijken wat erin zit. Voor degenen die het niet weten, Beautybox is eigenlijk een maandelijkse abonnement. Je betaalt €14,95 per maand en dan krijg je dus een box opgestuurd met allerlei goodies erin. En totale waarde van de box is eigenlijk altijd veel... Ik heb hier een haartje. En de waarde van de Beautybox is... Kut. Gewoon even helemaal opnieuw. Oké. Grapje. De waarde van de Beautybox is altijd... De waarde van de Beauty... Ja, doe jij het wel. Dus je betaalt €14,95 per maand, maar de waarde van die Beautybox ligt eigenlijk altijd veel hoger. Even kijken, hoeveel is 18 plus 4, 22 plus 22, 70 is 44, 70 plus 14, 58, 70? Ik heb geen idee. Als je gewoon getallen achter elkaar opnoemt, dan weet ik niet wat ik ermee moet doen. Hoeveel is dit in totaal? En de waarde van die Beautybox van december is... €58,70. Heb je zin in deze video? Doe dan gezellig pas je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren als je hier nieuw bent. En let's go! Ik denk dat ik hier een schaar voor nodig heb. Dat denk ik ook. Oké, jongens, daar gaan we. Zo. Oeh, ik zie rood papier. En er zit een briefje in. En wat staat erin? Even kijken. Beste Christina. Wat in het dagelijks leven al snel een beetje too much is, kan tijdens de feestdagen juist wel. Een glamour look. Daarom zitten er deze maand feestelijke make-up producten in de Beautybox. Zo hebben we onder andere een lip en eye... Nee, ik ga niet verder lezen. Oké, we gaan kijken. Er zit eerst een boekje in, maar daar ga ik nu nog even niet naar kijken. En we hebben rood papier dit keer. Ik ben zo cute. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik zie iets met kersen. Oh, Batiste droog shampoo. Wat leuk. Ik gebruik eigenlijk nooit droog shampoo. In ieder geval, er zit dus een mini droog shampoo in van Batiste. Dus super benieuwd naar. Dan heb ik hier oogschaduw. Kijken, van Lord & Barry. Oh, dit is zo'n magneet oogschaduw. Ik heb alleen geen palette. Oh, wat een mooie kleur. Oh, ik ben bang dat ik dit kapot te maken, want het is echt zo'n klein dingetje. En dit is het oogschaduwtje. Zo mini. Wat zit er nog meer in? Ik zie hier een lip en eyeliner pencil. Dus het is voor je ogen en voor je lippen. Het is wel knalrood, dus ik denk dat het bij je ogen wat gek kan uitzien. Van het merk... Geen idee. Superlux? Is het het merk? Maar wel een mooie kleur. Even kijken. Dan zit er een mascara in. Dat is super handig, want mijn mascara is bijna op. Extra Black Million Lashes XXL Volume. Oh, van Bibi. Ik weet niet of jullie het kennen, maar Bibi Cosmetics die heeft zo'n Facebookpagina. En dan kan je gratis make-up ontvangen of zo maandelijks. Zoiets. En dan zie ik nog een klein doosje. En dat is de Protecting Balm van Oriflame. En echt jaren geleden, kocht ik dit met mijn moeder dus altijd. Dat is dit potje. Dat had ik vroeger echt altijd. En tegenwoordig heb ik dat niet meer. Maar dat is zeg maar zo'n... het is zo'n balsam volgens mij. Ja, maar het is niet alleen voor je lippen. Je kan het overal voor gebruiken. Voor droge plekjes in je gezicht of op je ellebogen of iets. Super blij mee, want ik weet dat dit al... Een tientje of zo kostte vroeger tenminste. Ik weet niet of het nog steeds zo is. En dan was dat hem. Er zitten nog wat briefjes in. Oh, nog €25 shoptegoed. En wat informatie over
Oriflame Tender Care Balm. Dus deze maand zitten er 5 super leuke producten in. Ik ben er super blij mee en heel erg benieuwd naar oogschaduw, maar ook naar mascara en lipliner. Want ik ben altijd heel kieskeurig met mascara, dus ik ben heel erg benieuwd. En dat was er wat deze maand in mijn beautybox zat. Ik ben heel benieuwd wat er in jullie beautybox zat. Of er dus dezelfde producten in zaten of niet. Dus laat me even weten wat er bij jullie in zat. En heel bedankt voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer. Doei! Ik vraag mensen gewoon wat er in hun doos zit.